Nou, vandaag zijn we hier op Zandvoort en hebben we natuurlijk met name de hele Minardi-verzameling meegenomen. Die Minardi gaat voor mij zo ver terug. De underdog in de autosport. Ja. Iets wat eigenlijk niet kan, toch gaan doen. En dat team had eigenlijk zoveel fans. Niet omdat ze zo'n geweldige resultaten scoorden, maar ze hadden wel heel veel fans. Vele talenten zijn voortgekomen uit Minardi. Ik heb het altijd mijn hart opgesloten, want die underdog positie is altijd mooi om naar te kijken en te beleven. Ja, die kleur geel die je ziet op die auto's, ja, die nam ik als kind vroeger al mee. Mijn brommetje was geel, mijn rallyautje was geel, mijn helmpje was geel. En uiteindelijk is het Jumbo logo van Jumbo supermarkten daardoor ook geel geworden. Dus de kleuren, zeg maar, Nederland geel, maar het is wel Minardi geel en dat is toch fantastisch. Minardi is binnen, want hij heeft Ben genoeg toch? Van Amarek? Ja. Bon viaggio? Wat komt twee? Tot de pas komt? Ja, nou. Ja, nou. Ja, nou. No, hanno lavorato due anni quasi. Ma è una bellissima giornata, sono anche sorpreso. Sono venuto perché sono ancora amante di questo sport, ma non credevo di trovare 11 Minardi funzionanti e ben conservate e ben restaurate. Per cui è un'emozione nuova, un'emozione grande. È un po' di storia della mia lunga vita in Formula 1. Jan, Minardi, dat is zelfs voor iemand als jij natuurlijk een bijzonder team. Ja, ik was een absolute Minardi-maag natuurlijk, nog nooit mee gereden. En ja, het is een prachtig decor en zeker dat Giancarlo Minardi hier zelf is. En het leukste van alles vind ik eigenlijk is het non-commerciële verhaal eromheen. He, want Frits die kan natuurlijk op allerlei manieren zijn tijd en geld gaan besteden wat hij met hard werken verdient. En dan doet hij zoiets dat hij gewoon de historie bewaart. En ja, dat is voor ons autosporters is dat natuurlijk geweldig. Zo'n man als Minardi, nou je hebt het zelf ook gezien, die kijkt hier zijn ogen uit en die denkt, jongen, dat er iemand is die dat doet. Abbiamo visto che funziona anche la macchina di 86, è quasi un miracolo, no?
Sì, effettivamente erano motori moderni in moto, credo che sia dal 1987 l'ultima corsa di quell'anno che non la sentivo. E sono rimasto ancora più sorpreso perché non credevo che ci fosse un esemplare funzionante in giro per il mondo. De pitstraat uit en dan geven we een mooie show. Maar als jij zoiets zeg maar overneemt, dan krijg je soms een vrachtwagen met onderdelen. Hoe kom je daar in godsnaam uit? Een Formule 1 auto kopen, daar is één. Maar dat hij hier inderdaad de pitstraat uitrijdt, dan is er al heel veel gebeurd. Want het is ongelooflijk complex en dat weten we allemaal. Het is ook heel fragiel, dus ik kan eindelijk niks hebben. Maar je moet eraan beginnen. Ja. En niet meer ophouden. Er staan auto's bij, daar hebben we misschien wel 3 jaar aan gewerkt. En er staan auto's bij, misschien een half jaar aan gewerkt. Maar we houden niet op zodat al die auto's helemaal origineel en compleet zijn. En ze het doen. Kijk wat Frits voor elkaar krijgt hier met 10, 11 van die dingen. Jij weet hoe moeilijk dat moet zijn. Ik sta er echt van te kijken. En als je ook ziet hoe ze eruit zien, hoe ze verzorgd zijn. Ja, het is net in de tijd dat je er zelf mee moest racen. Zo zien ze eruit. Dus dat is gewoon gigantisch. Jos, Minardi, jouw laatste jaar in de Formule 1 moet toch een bijzondere herinnering zijn. Nou, dat is het ook. En als je dan weer terug in die auto zit en dan als je voelt hoe hard dat dan weer accelereert. Het doet me dan echt weer herinneren in de allereerste keer dat ik in de Formule 1 auto zat. Dus je beseft het gewoon niet. En dan kom je daar op dat rechtstukje uit in de 2 en dan geef je gang. Ja, dat is gewoon, je wordt echt gewoon gelanceerd. Gewoon. Dat is echt waanzinnig. Vediamo qui tanti Minardi, anche di Fernando Alonso, era quasi come una scuola per piloti, no? Anche la scuderia, sì? Ma io ho sempre basato il mio lavoro sui giovani, piloti, meccanici, ingegneri, perché ancora oggi molti ingegneri stanno costruendo macchine importanti nel mondo della Formula 1 e hanno iniziato la storia, la loro carriera in Minardi, per cui è un po' stato il leitmotiv della mia vita. Ja, kijk, autosport is natuurlijk twee dingen. Het is de techniek en het is het rijden. Maar als je niet van de techniek houdt, dan kun je ook volgens mij nooit geen passie hebben voor autosport. En inderdaad, ik vind het heerlijk om aan die auto's te werken en erbij te staan en te kijken en met jongens te overleggen hoe we het gaan oplossen. En een dag als vandaag, dat we toch samen hier kunnen rijden. En dat we de eerste rondes gemaakt hebben met auto's die misschien al wel 15 jaar stil hebben gestaan. Ja, dat is natuurlijk de ultieme kick. Niet voor mij. Maar ik denk ook voor jou, maar zeker ook voor al die jongens die er al die tijd aan hebben moeten werken. Wat denk ik vandaag ook het zo bijzonder maakt, want eigenlijk zit ik vandaag een beetje in een droom. En je realiseert het pas vaak als je daar weer later over terugdenkt. Maar eigenlijk zitten wij nou in een droom, Jan, doordat al die auto's hier zijn en ook die Giancarlo Minardi hemzelf die is hier en wat zo fantastisch is dat hij daar ook zo enorm van geniet vandaag. Ja, io devo dire solo grazie perché ha mantenuto vivo una storia della Formula 1 che è cominciata nel 1985 e come Minardi è finita nel 2005, anche se oggi la Minardi è diventata Toro Rosso, per cui io devo solo ringraziare questi appassionati, Fritz in modo particolare, perché sinceramente credo sono sorpreso di trovare tante macchine così ben conservate.
wij leren er heel veel van. Maar ik denk, het is altijd wederzijds. Want als je echt iets wil bereiken en je wil iets heel goed doen, nou, dan zul je tot gaatje moeten gaan. En een autosport is daar zo. En de Formule 1 is natuurlijk de top. Maar ik denk, in de zaken doen is het eigenlijk niet anders. Als je niet bereid bent iedere dag alles wat je doet gewoon fijn te slijpen en nog beter te doen, dan kom je nooit geen klap verder. En je concurrenten zullen het waarschijnlijk wel doen. Dus dan loop je erachteraan. Nou, volgens mij is de autosport niet anders. En het matcht zo goed met elkaar dat ik er ook altijd heel graag over vertel. Frits, wat een mooi setje voor je bij elkaar. Ja, dat is natuurlijk geweldig. We hebben een heel mooi gehad vandaag. Het is allemaal gelopen zoals het moest lopen. Een enorme voorbereiding geweest op zijn dag is vandaag. Weer even lekker mee gezeten. We hebben lekker kunnen rijden. Dus we hebben lekker kunnen rijden. En ik denk dat we vandaag eens onze teken kunnen maken. Oké, nice. Yeah, great pictures.